Ik zie wat groens, maar het is niet echt planten of natuur. Vandaag heb ik afgesproken in een studentenhuis. Eens kijken of hier echte waterbazen wonen. Hey, hallo. Ik ben benieuwd, ben jij een echte waterbaas? Ik weet het niet. Geen idee? Nou, gaan we even kijken. Goed? Oké, we staan hier in een douche. Jij hebt denk ik shampoo, want je hebt heel mooi haar. Weet jij wat er in jouw shampoo zit? Meestal koop ik wel shampoo zonder sulfaten erin. Okay. Alleen verder weet ik niet precies wat erin zit. Oké, dus je weet niet van de microplastics of dat soort dingen? Nee. Ik zie hier een balkon trouwens, hè? Ja. Ik zie wat groens, maar het is niet echt planten of natuur of... Nee, geen planten inderdaad. Nou, het is echt, de kudo's voor alle bier. Het is niet helemaal waterbaasproof. Wat ik nog zelf graag zou zien is misschien wat meer bloemetjes en plantjes. Die vangen namelijk het regenwater op. Ik ben altijd heel erg bang voor toiletten in studentenhuizen, dus ik hoop... Oké. Hey, en als in een studentenhuis wordt er natuurlijk ook altijd gefeest en misschien zijn er ook een keer meiden en weet ik veel wat. Wat doen jullie nou eigenlijk met bijvoorbeeld condooms of tampons of maandverband? Hebben jullie daar iets... Ja, ik heb daar wel een klein prullenbakje staan. Meestal gewoon in de prullenbak, denk ik. Oké. Ik heb hier dan de waterbazencheck. Al met al voor een studentenhuis. Ik ben al blij dat jullie de condooms en alles niet in het toilet gooien. Dus volgens mij heb je ook weer wat geleerd, denk ik. Ja. Dus je bent gewoon een groeiende waterbaas. Wil jij nou weten of jij een iets betere waterbaas bent dan onze Roei? Doe dan snel de waterbazencheck. Heel veel succes.